namens de kerkenraad wat aan de gemeente meegedeeld dat de collecte in deze dienst bestemd is voor de kerk. Vanmiddag voor de zending. De collecte voor zondag 17 juli, de volgende week, zijn bestemd 's morgens voor de kerk, 's middags voor verschillende christelijke doeleinden en de tweede collecte dan voor renteaflossing. Morgenavond, maandag 11 juli, hoopt, zo de Heer wil, de kerk met de diaken te vergaderen om 7:45. Doopattestaties aangevraagd voor Hendrikje Buitenhuis, Oude Rijksweg 384, naar de kerk te Voorthuizen Barneveld. Verheft uw harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Geliefde onze Heer Jezus Christus, genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we samen zingen het eerste en het laatste vers van Psalm 26. O Heer, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht. En dan het laatste vers, nu stap ik rustig aan, ik betreed een effen baan, mijn God verhoort nu mijn gebed. 26 vers 1 en 12. Luisteren wij nu naar de genadeverkondiging van de Heere, zoals die tot ons komt in zijn heilige verbondswet, die we vinden in Exodus 20. En stemmen we dan in met Psalm 65, het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben,
en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatnacht dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt preken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is vanmorgen dan uit het evangelie zoals Mattheüs dat ons beschrijft. Het 7e hoofdstuk vanaf het 13e vers. En de tekst voor de preek vindt u in dit schriftgedeelte wel in de versen 24 tot 27. Mattheüs 7. We beginnen bij het 13e vers. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en brede weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten die in schapen wacht tot u komen, maar van binnen zijn ze roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij kennen. Men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels. Zo brengt ieder goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ze zult gij dan aan hun vruchten kennen.
Niet in ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is? Velen zullen te die dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? En dan zal ik hun hopelijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. En dan de tekstwoorden, vers 24 tot 27. Aan ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwt op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. En het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man die zijn huis bouwt op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen het huis. En het viel in. En zijn val was groot. Zover de tekst. En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat is de bergrede van hoofdstuk 5, 6 en 7, dat de scharen versteld stonden over zijn leer, want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als een schriftgeleerden. Laten wij nu samen de Heere danken en om zijn zegen vragen. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank dat wij hier vanmorgen ook als dit deel van uw gemeente bij elkaar mogen zijn om deze dag zo te heiligen en te vieren als in bijzonder uw dag die u van alle dagen der week afgezonderd hebt om de uwe te zijn. En dan danken wij u, Heere, voor al die zorg van u en de week achter ons. Vaderlijk was die zorg. Elke dag maar weer hebt uw hand over ons open gedaan. U hebt gespaard in uw gunst. En wat een zegeningen, Heere, wat een voorrechten boven anderen. Als we ze zouden willen tellen, dan komen we bijna niet klaar. En dan danken wij u dat we ook al datgene wat tegen is en waar vlees en hart tegen inroepen, dat ook die dingen toch uit uw vaderhand ons toekomen. Want zo hebt u zich immers aan ons gegeven en geopenbaard. In de Heer Jezus Christus als onze Vader, die weet wat uw kinderen nodig hebben en die voor elk van uw kinderen ook datgene zoekt en vindt wat goed is. Heere, leer ons dan ook zo kinderlijk te leven en ook alles te ontvangen uit uw hand. Dankbaar wanneer u voorspoed geeft en gezondheid schenkt en zoveel dingen, maar ook in u gerust en tevreden, wanneer het tegen vlees en hart ingaat. Omdat het toch uit uw vader aan toekomt. Wij belijden voor u, Heere, dat er nog maar zo heel weinig terechtkomt van dat kinderlijke, vertrouwende leven. Wij zijn nog maar zulke slechte kinderen, ongehoorzame kinderen, ondeugende kinderen, wij ook, als ouderen. Wat doen wij veel verkeerde dingen? Hebben we ook weer gedaan in de week achter ons. En we hebben nog veel meer nagelaten wat we hadden moeten doen, Heer. We hebben zoveel onszelf gezocht, in plaats van ons leven en ons hart te richten op u. En ons leven vruchtbaar te maken voor u en u te loven en te danken en te dienen. Vergeef, Heere. Vergeef ons al onze zonden.
om Jezus wil, delg ze uit, werp ze achter uw rug, als in de diepte van de zee, en wil u ons ook helpen om tegen de zonde te strijden en voor u te leven. Wil u de krachten van de zonde in ons breken, Heere, en ons leven maar heiligen en vernieuwen. Van dag tot dag, vernieuw ons hart in ons binnenste, Heere. En reinig u ons van al die zonde die zo licht omringt. En zegen u daarvoor ook de bediening van uw woord, van nu, van vanmiddag ook. Geef uw woord recht te prediken. Geef er ook een klankbodem voor bij ons allemaal. Maak er ons werkzaam mee. Geef u dat we niet alleen maar hoorders van het woord zijn, maar ook daders van het woord. Dat we het ook beleven, Heere, en dat de mensen dat ook aan ons kunnen zien in de praktijk van elke dag, dat we anders zijn, dat wij kinderen van u zijn. Werk u dat zelf in ons door uw woord en door uw geest. Wij danken u dat wij samen mogen zijn. Anderen zijn verhinderd door ouderdom of door ziekte. Zorg voor kleine kinderen. We denken ook aan hen die met vakantie zijn. Heere, geef allen een eigen zegen. Kon het zijn in de gemeenschap der heiligen. Met uw volk. Waar dan ook. En doe ons alle leven maar rijpen voor u. Wil in bijzonder zijn met hen die het erg moeilijk hebben, in ziekte en in zorg, in verdriet en in eenzaamheid, in gehandicapt zijn. Heere, wees u tot een toevlucht en tot een sterkte, en laat hem toch alle dingen zo ook echt meewerken ten goede. En wil vooral ook bewaren voor afdwaling van u, en waar afdwaling is. Heere, breng u weer terecht, wil u de krachten van de zonde breken. En het leven van uw volk heiligen. Gedurig weer. Bewaar uw kerk en vermeerder uw kerk. En waar uw volk samenkomt om uw woord te horen, geef u dat ze ook alleen maar uw woord willen horen en te horen krijgen. Wil vooral ook breken de kracht van de valse profetie. En bewaar ons ook, Heere, voor een traditioneel christendom. Dat we maar geëikte paadjes zouden lopen zonder dat ons hart kopt voor u. Zegen u ook hier de ambtsdienst van de predikanten, ouderlingen en diakenen. En geef dat door trouwe ambtsdienst uw gemeente mogen worden gebouwd op het allerheiligst geloof. En Heere, geef dat ook gedurende weer jonge mensen mogen opstaan die bereid zijn om zich te geven zo aan de dienst des woords. Is nog zoveel gebrek aan predikanten, Heere. Geef u dat het gebrek opgevuld wordt. Neig daartoe de harten van velen. En geef dat onze theologische school ook mogen zijn een instituut van u. Bewaar bij de trouw aan uw woord. Wil helpen de professoren en de studenten bij hun studie. En geef dat er zoveel jonge mannen toegerust worden om uit te gaan. Hier in Nederland en naar buiten in het zendingswerk. Opdat het evangelie ruim en vrij en blij verkondigd wordt van land tot land en van oor tot oor. En mogen dat dan beslag leggen op de harten van velen hierin. We bidden u ook voor ons land en volk, voor ons vorstenhuis en voor allen die geroepen zijn om te regeren. De plaatselijke overheid en de hoge overheid. Geef onze overheidspersonen verstaan dat ze een ambt hebben gekregen van u en dat ze daarom moeten luisteren naar uw woord. Dat dat ook voor hen een richtsnoer is. Heren, wil u die verblinding en verharding, die meent het zonder u en zonder uw woord wel te kunnen breken.
Want alleen zo kan het ons wel gaan. Als er geluisterd wordt naar uw woord. En dat ook tot een richtstoel wordt genomen voor het hele regeringsbeleid. Laat er in ons volksleven ook een keer komen, Heer. Een wederkeer tot u. Waar zo velen van u afgedwaald zijn. De doodsweg opgegaan zijn. Opdat ze het leven vinden. We bidden ook voor de volken om ons heen. Veel noden teisten het leven. U weet het. Maar terst is er wel de zondenood, Heer. En de kracht van de zonde die doorwerkt en al brutaler optreedt. Wil die krachten breken, Heer. Laat dat uw woorden weer ingaan en doorgaan. En doen wat u behaagt. En laat uw rijk met kracht komen. Wij vragen u dat in de naam van de Heer Jezus. Amen. U krijgt nu gelegenheid voor de dienst der offerhanden, waarin uw gave wordt gevraagd voor de kerk. En brengen we dan ook de Heer de offerhanden des lofs door te zingen. En nou dan uit de proefbundel, Psalm 119, vers 1 en vers 2. Gezegend zij die blijven op het pad dat God in zijn gebod heeft voorgeschreven. En vers 2, maak gij dan zelf mijn wegen west, o Heer, om die naar uw bepalingen te richten. 119 vers 1 en 2.
direct zo na de preek, Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde? Nevens u toch lusten, niets is er waar ik in kan rusten.